gaan wij terugzien bij de volgende race in Baren. Oké, wij zijn betrokken met de kwartfinales bij de mannen van 11 jaar. Wij gaan kijken naar Brendan Timpers, Maribel Teunissen, Tim van Essen, Loris Reger en Jamer Kemp. En er omheen 5 man vertrokken. Dat betekent dat er eentje moet gaan afvallen richting die halve finale. We kijken naar plaat nummer 16. Hij is hier als beste vertrokken. En dat is het nummer daar van Loris Reger. Reker, de man van de wijrijders, het hiel had een hele zware marge. Maar daar wist hij uitgedrankt te blijven. De groot zich keurig bij de eerste 4 te pakken. Maar dan komt een aanval binnendoor. Is de man van plaat nummer 279. En dat is het nummer daar van Brendan Timpers. Hier hebben we nog meer in de baan. We kijken naar Manuel Teunissen. Ook hem gaat tussenin in die halve finale. En dan zit Jamie Kemp voorlopig vervelend op 5. De man uit Ammerzoden, en dat gaat niet meer dichtgereden worden. Dat betekent dat ook Tim van Essen, BMX Apeldoorn, meegaat naar die halve finale bij de boys van 11 jaar. Oké, second quarter.